7 rijden, ook weer tweedehands aan mijn collega. Ik wou net... Oh ja, wauw. 1 cent salarisverhoging erbij krijgen. Yo, een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Ja, het is vandaag alweer donderdag 20 mei 2021. En het is nu 10:50 in de ochtend, zoals je kan zien. Want anders zou het al donker zijn, hè? Ja. Ja, ik ben nog een beetje slaapgegaan. Ik ben eigenlijk nog maar net wakker. Ik ga mijn haar even vastjureren. En daarna ga ik met de hondjes dus. Ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog en ik hoop dat jullie er zin in hebben. En zo liggen ze dus er lekker bij, hè dames? En de twee lekkere heerlijke lieve zusjes liggen ze er zo lekker bij. Hé Lovely, hi. Lig je lekker? Jij? Ik ga zo met jullie lopen. Ja. Ik ga zo met jullie lopen. En dan kunnen jullie lekker plassen poepen. Ja. Nee, hij is dicht. Hij is dicht. Ik ga zo lopen. Hé. Hey. Wijfie. Lady. Kom eens hier. Lady. Hij is dicht. Dus ik kan wel op en op het balkon gaan. Hé, hey, maar hij is dicht. Ik ga toch zo eerst lopen. Ik moet zo eerst even nog even naar de wc. En dan ga ik lopen, ja? Lady, kom. Lady, kom. Wachten. Ze gaan mooi er mooi bij zitten. Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Geef niet. Leed, kom maar hier. Moet je hier. Wacht. Lovely. Andere kant, kom maar. Die staat het aan de andere kant op, hè. Leed, kom dan. De lady eet je niet. Nou zeg. Jawel, want ze heeft die andere. Nee, die ligt daar nog in het gras. Oh. Oh, daar, ja. Handig. Ja, daar, ja. Ja, doe maar, het is oké. Okay. Zo, even de zus even meesleuren. Ja hoor, even koekjes schooien, hè? Oh wow.
En daar gaat hij. Kerel. Wat gaan we doen? Naar daar naartoe. Plassen. Ja, goed zo, kerel. Ga mee. Ja, ga je mee? Nou, kom dan. Nou, ik kom nu net van de voetbank af. En daarvoor heb ik een traumaheli gefilmd. En wat hebben jullie kunnen zien? En ik heb 2 tassen vol. Dus dat laat ik zo meteen thuis even zien. Wat ik weer heb gekregen. Nou, dit is het weer voor vandaag wat ik heb gekregen van de voedselbank. Dat zijn 2 kleine netjes met aardappeltjes. Een sjaal met elastiekjes en met een kettingje. 2 keer rode kool, wortels, komkommer, hummus. Kiwi wat ik niet mag hebben. Dit vind ik niet lekker. Dit zijn volgens mij sinaasappels. Snoeptomaatjes, frambozen, peeltjes. Drinken, water, nootjes. Wat Rodewin niet mag hebben, rijstwafels, couscous, afbakbroodjes met normale broodjes. 3 keer pindakaas, hamburgers, wat mama ook lekker vindt. Weer ook hummus, pikant. Nou, dat was hem. Ja, mag ik niet klagen. Zo, ze zijn de stoep aan het maken. Daar ben ik heel blij mee. Want ik zal even een fotootje erbij doen hoe het eruit zag dat ik een foto maakte. En... het was nog erger geworden. Het is helemaal ingezakt. En ze zijn dat dus nu aan het maken. Daar ben ik heel blij mee. Helemaal top, heren. Dankjewel voor het maken. Ja, ik ga eventjes jullie een updateje geven. Afgelopen maandag ging ik dus naar mijn schoonmoeder. Want dat ging niet goed tussen aanhalingstekens met mijn schoonvader. Wat bleek? Nou, hij was dus gewoon net wakker geworden. Mijn schoonmoeder had haar man opgebeld. Nou ja, en dan als je nog in het ziekenhuis ligt en je bent net wakker, ja, dan kun je ook anders klinken. Dus zij maakte zich al heel erg veel zorgen. Wat ook logisch is. Dus zij belde eigenlijk in paniek Roderick op. Dus Roderick is 's avonds geweest. Afgelopen week, afgelopen maandag de 17e. En dinsdag de 18e is Rozenvader dus gelukkig thuisgekomen met de taxi. En is Rodus ook dus daar de 18e nog eventjes geweest. En een goede indruk achtergelaten bij Ro. Dus dat is alleen maar goed. Dus het is nu gewoon thuis aansterk. Hij mag niet vallen, wat logisch is. Want dan scheurt het op een of andere manier open. Geen idee hoe dat allemaal werkt. Maar gewoon even duimpjes omhoog voor Roderick zijn vader. En dat het dus hopelijk een spoedig herstel is. Dus ook als mijn schoonvader kijkt, sterkte. En ik zie u snel. Zo, nou we zijn dus weer uit het winkelcentrum bij de Jumbo geweest. Dus ja, scheelt weer. En dan gaan we weer richting auto. Ook leuk, yep. Dus even kijken of nog dit leuk is. Hoe en wat. Dat is grappig. Dus even uittesten. Toch, schat? Kijk, nu zien jullie Rome, maar joh. Dat is wel grappig. Dit is leuk. Ik heb een paar achter. Ja, I know. Ik weet het. En Rodi heeft een beetje pijn weer in zijn knie. Hoe deed je dat nou? Ja, alleen ik moet even kijken of nog ik mijn filmpje om moet gaan draaien. Dit is even zoeken. We gaan het meemaken of nog ik dat ik moet splitsen. Ik weet het niet. Geen idee. En anders hou ik het maar zo, hè? Ja. Dus, maar ja, dat komt wel weer goed, hoop ik. Dus we gaan nu... daar is ook. Ik moet even... Nu gaan we dus naar de auto. En dan gaan we naar huis. De boodschap even inlading. Yep. Kom maar lief. Zo. Zo, ga even inladen. Iets van boodschapjes gehaald. Eventjes vla en yoghurt. Dat vind ik wel vaak zo fijn. Dan krijg ik toch mijn zuiver binnen.
net even voor de ochtend mijn repen. Dat is toch ook wat ik nodig moet hebben, mijn ochtendrepen. Dus dat is gewoon essentieel. Zo. Dan doe ik daar weer in. En dan doe ik daar weer in. Kom maar. 1, 2. Alsjeblieft, zie je zo. Top. Nee, ik kan niet. Ik mag niet rijden. Ja, jammer hè. Ja, dat dacht ik al. Nou, en ik ga even een koekje nemen. Waarom ook niet? Er zitten gelijk twee in. Kijk, dat is lekker toch? Gelijk even een lekker koekje. Dus. Oeh, chocola. Zo. Ik doe ook mijn gordel om. Even rustig aan. Ja, ja. Ja, ja, dat is mooi. Niet op je rustig. Toch wel. Zet de motor aan. Heel rustig. Licht aan. Heel rustig. Schakel, heel rustig. Handen, heel rustig richting, heel rustig wegrijden. Mooi roze is niet lelijk trouwens. Is... En, dat... en wat voor auto is dat? Dat is een Opel. Okay. Opel, jullie hebben een auto. Raamzorg, mama. Oké. Okay. Auto anders, hè? Ja, ik denk het. Ja, ik kan moeilijk... gas geven voor je. Dat is handig. Even erover in. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Nee. Ik wil dat graag doen, maar... Er zit een hele hoop in de weg, dus het is lastig. Zoals? Je hebt dan een stok gemaakt, maar je hebt dan geen gevoel, hè? Nee, maar wat zit dan in de weg dan? Nou, dit zit allemaal in de weg. En ik moet kunnen schakelen. Makkelijk schakelen. Zit jouw been in de weg. Oh, schakelen. Lekker toch? Even met mijn been hier. De weg kan je wel even gebruiken om te schakelen. Ja, is goed. Prima. Open. Open sesame. Doe maar. Goed zo. Zo. Is dat? Dat is geen gevoel aan bij je voet. Ah, oké. Okay. Toen is het niet het goede gevoel, zou ik zeggen. Nou, dat is echt niet leuk. Het is een bijzonder onderwerp. Zijn die bakken daar dan zo te veel lucht in één keer, zeg maar. Het zijn balkons. Oh ja, zie je het? Wauw. Oh ja. Nee, dat ik dat eerst niet zag, joh. Oké. Okay. Eerst naar jou spullen dumpen, dan mee spullen gaan. Nee, en dan kun je eerst beter bij jou. Ja. Spullen halen en dumpen. Ja. En dan naar mij. Okay. Banaan dumpen. Ja. 10,2, kom maar. 10,2. Dat mogen zijn. Dan mogen we aan de overkant waarschijnlijk. Ja. Eerst zijn dus nou de fietsjes aan die kant. Dus eigenlijk voor jullie weer aan die kant. Maar oké. Okay. Ik weet nog niet hoe en hoe ik dit moet gaan bewerken. Maar... Die komt dan wel goed. Die ook niet. Maar dat heeft niet. En dan... En anders laat ik dit gewoon. Ook goed. Ook leuk. Maar Alex is ook weg hè, met zijn BMW. Maar waar die is, Joost mag het weten. En ik zei nog tegen hem, van, als je ergens naartoe gaat, het maakt me niet uit waar. App mij dan, want dan ken ik met je mee. Ja, is goed. Wat doet hij? Niet hebben. Ballenlul. Ja. Klootviool. Ah, oh, wat zeg ik nou? Ah. Oh. Het is hier 1,739. Het is weer hetzelfde als gisteren. Ah, jou hoor ik dus in de parkeergarage. Aha.
hier is het 71,9 volgens mij, als ik het zo goed zag. 71,9, ja. 2 cent met daar. Waar ga je parkeren? Langs de Zuid? Waarom zou ik langs de Zuid willen parkeren? Weet ik niet. Jij stelt het voor. Ja, omdat je daar altijd parkeert? Nee, niet altijd. Oké. Okay. Ja, parkeren, ja, niet permanent stilstaan. Nee, maar gewoon even. Ik wilde toch wel eens even kijken straks als we stilstaan, hoe dat dan zit. Stel ik en ik zou gas geven en jij niet. Hoe zit je dan? Ja, ik weet dat niet. Ik kan het wel een beetje bedenken, maar ja, oké, okay, dan zit je met je handrem. Het kan wel, maar het lijkt me. Jongens, gaan we even hier weg? Het is levensgevaarlijk en daar mag je ook niet staan. Worden we elkaar spotten, dus ik wil niet gespot worden. Sorry mensen, maar daar ben ik heel veel in. Ja. Het mag daar niet. Er staat een duidelijke bord met een persoon erop met een rode rand. Dus het mag gewoon daar niet. Punt. En ik heb geen zin in om mijn oranje hesje aan te gaan doen. Ik heb geen zin om stoffen en blik te pakken om iedereen bij elkaar te vegen. Nee, precies. Geen zin in. Eerst stoffen en blik kopen, daar naartoe gaan, daar aanvegen en dan zelf aangereden worden. Dat schiet natuurlijk niet op. Nou. Het is dan niet voor niets een gevaarlijke kruis. Waar geen personen bij betrokken mogen zijn. Alleen maar voertuigen die harder kunnen en mogen dan 50. Yep. Mag hier een trekker door de tunnel rijden? Nee. Ook niet, nee. Mag die? Mag niet harder dan 50. Kan het misschien wel, op verkeerde plekken. Maar mag het niet. Kijk, en dit horen jullie dus als we dus de ramen open hebben. Wat zeg je? Ik vertel je niet, maar ik heb de ramen open. God, wat een lawaai. Kijk, dit is beter. Rust in de tent. Ja, groen of dat wordt hem niet hoor jongens, echt niet. Nee, dan wachten we het groene licht. Een groene zeelt. Die gaat met de groene golf. Nee, dat is geen golf. Een Ford Fiesta. Gereden. Zoiets. Eerste wagen, zeg maar. Van zaak. Groene Rover 200. Ja. Tweedehands wel aan. Mm-hmm. De baas. Oh ja. De chef. Twee hier gezeten. Ik denk toen een Passat. Ja. Kies uit 3 auto's, waaronder de Passat verkoopste was. Ik weet niet meer. Mm-hmm. Toen mocht ik in een rode 307 rijden. Ook weer tweedehands aan mijn collega. Ik ben een. Oh ja, wauw. 1 cent salarisverhoging erbij krijgt. Mag dat? Nee. Dat geeft niet. Over die streping. Handig. We zijn strepen dan voor. Kom over de streep als je over de streep gaat. Ja, bijna wel, ja. Ik dacht vanaf 1,5 jaar, die rode. Nee hoor, ja. Nog een jaar erbij. En toen eindelijk mijn zwarte zeelt. Toen zei de baas van, kom maar eens even hier, gaan we even spreken. We hebben je niet meer nodig. Uh-huh. Okay. Maar Alex' auto is inderdaad zwart, maar als de zon erop schijnt, zit er een glittering in. Uh-huh. En dat dat bruin is. Uh-huh. Maar gisteren heeft heel goed opgelet. Het is een unieke auto. Ja. Enig in zijn soort. Ja, hij is gaaf hoor. Zo als deze is er maar één. En laat hij nog verder uniek maken. Ja, en daarna wilde hij hem wel zo gaan verkopen. Zoiets of zo begreep ik. Oké, okay. Ja, tegen meerprijs natuurlijk. Ja. Ja. Deze grote Lubach hier, dit ding.
die gaat eruit. Want ik heb wat van mijn buurvrouw gekregen. Dat is deze smalle dingetje. Ja. Dus die komt ervoor in de plaats. Hij is iets smaller. Dat klopt. Ik zal eens even kijken hoe hoog hij is. En anders ga ik eens even wat ervoor verzinnen. Maar komt goed. Zo, even een gasfornuis van zijn plek afhalen. Moet je eens kijken. Nou, dat ga ik even lekker schoonmaken. Ja, een hele goede nacht allemaal. Ja, het is alweer de tijd om een vlog lekker gezellig af te sluiten. Zoals je ziet, ligt Leed lekker daar. En de twee zusjes die zijn lekker met Ro lekker mee naar huis. Het is inmiddels alweer 11:15. Ik heb mama nog aan de telefoon, maar ik heb haar even op niet luidspeaker. Want dan heb ik even de aandacht voor jullie. En ik hoop dat jullie de vlog lekker gezellig en leuk vonden. Zo ja, ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren hier beneden. En doe vooral het duimpje omhoog. Dat zou ik erg waarderen. En als je er tijd voor hebt, laat even een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog.